Yo, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Deze keer zijn we in Minecraft natuurlijk. Ja, jullie hadden niet verwacht, maar ja, we zijn weer in Minecraft. Ja, we gaan een soort van fabriekjes bouwen. Ja, ik heb er nu wel een paar in mijn hoofd natuurlijk om te gaan bouwen. Natuurlijk qua dingen, maar we gaan natuurlijk een soort van eiland zoeken waar we echt alle, ja, natuurlijk alle fabrieken gaan bouwen. Ja, dat is het eigenlijk meer. Ja, dat zijn zeg maar gewoon de dingen natuurlijk gewoon, hè. Wat we gewoon moeten hebben qua voor survival. Ja. Even kijken hoor. Ja, maar ik zal zeggen, je kan even kijken qua die locaties natuurlijk die ik door heb gestuurd. Ja, ik heb natuurlijk we zijn ooit wel eens een keer over deze hele map heen gevlogen natuurlijk om even te kijken van hoe wat natuurlijk. Om te kijken natuurlijk waar we kunnen gaan bouwen. En ja, dat. Eigenlijk een beetje. Dus ja, zodoende. Ik gooi hier heel even de bomen erin. En de bamboe. En de helm en die en dat en zus en zo. ja, dit is natuurlijk onze eerste, of nou, mijn eerste huis die ik toen heb gebouwd, hè, jongens. Mike is natuurlijk later erbij gekomen. Ja, even denken. Oh, ik sta in het water. Ik wil natuurlijk ook een automatische farmerkie gaan maken, natuurlijk. Qua dat soort dingen, natuurlijk. Ik snap nooit, jongens, dat is wel één ding, jongens, wat ik nooit snap aan de games. Waarom de games altijd zo zacht staan. Echt. Alles staat hier op 100, alleen de gamegeluid staat alsnog heel zacht. Echt, dat is gewoon niet normaal. Dus ja, daar moeten we ook nog een keer een oplossing voor vinden natuurlijk. Ja, oké. Ik ga heel even kijken, jongens. Want ik wil even Minecraft. Yo, Mike. Mike, ik heb Hallo. een andere skin aangetrokken. Ja, ik wil natuurlijk Minecraft. Wil ik ook natuurlijk gaan. Het is heel anders geworden in Minecraft. Precies. Het is echt heel anders geworden. ja, ik heb er natuurlijk alle knoppen aangezet. Het is veranderd. Oh, dat zeker. ja. Oh nee, we hebben nog geen bootje natuurlijk. Ik zal even snel even een bootje in elkaar flansen. Dan kunnen we samen even op onderzoek uit natuurlijk. Alles spullen is verdwenen hier. Ik weet dat ik hier een crafting table had, maar, of buiten heb staan. Maar ja. Maar die andere crafting table is gebleven, geen idee. Hallo, die. Kijken, want het was een schep. Oh ja, ik heb 5 blokken nodig. Vijf Een blokken bootje nodig. bij me. Oh, er zit hier een boot in. Jungle. Nou, laat maar. Jee! We hebben een boot. Ga je op je eigen boot of ga je met mij mee? Varen, Varen, captain. captain. Check, Ja. check, check. Ah ja, captain.
Ja, ik ben mijn Black Pearl kwijt. Nee, we gaan even die kant op varen, jongens. We gaan gewoon even kijken wat er aan die andere kant is. Want wij zijn de... toen in de tijd zijn we de rechterkant opgegaan. Voor mij nu dan. Als je joint is natuurlijk de linkerkant. Maar we zijn toen de rechterkant opgegaan. Slash game mode 1. Oké. Laagstreek. Maar ik zit nog in creative volgens mij. Nee, niet meer. Ik zie in de chat gebeuren. Laagstreepje. Laagstreepje game mode 1. Het is wel mooi hier onder water, jongens. Dat wel. Ja, ja. Veel koraal. Ja, veel koraal. Veel zeelampen. Of nee, die zeekoekommers. Ja, zeekoekommers heet het. Ook oude gewoutjes. Ja, zeker. Ja, soms heb je ook wel een nether portal. Oeh, ik zie zand. Is het alleen zand of... ja jongens, we doen wel even snel dit, dat. Hey. Jack. Voor welke boot gaan we zinken? Ja, het is meer de vraag van... Hebben we die niet al een keer wat dingen is? Geloerd. Want ik zie niet echt een kist erin staan of zo. Nou, hallo, hi. Ga eens even uit mijn boot. Uit mijn boot. Ja, sorry, hi. Ja, ik heb mijn boot weer terug, hè. Meanboot, ja? Meanboot. Afblieven. Alleen Mike mag eraan zitten. Nou, we gaan hier even kijken. Land. Ahoy. Oh, ik kan hier niet omhoog springen. En dit is meer een eiland. Een dromedaris. Oh. Heb je water bij je? Wat zijn dit zo verhaal? Nog een dromedaris. Ja. Drommels. Zijn wel kleintjes. Of zijn wij gewoon mega groot? Dit is een wee. Dat is die andere. Was er hier. Die is weer, die is daar. Achter ons. Ja, oké. Zijn er ook normale, oké. Ja, we gaan ook wel een keer een dierenpark maken hoor, jongens. En meisjes, dat zeker. Ik zie daar in de vette, village. Maar, misschien is dat ook wel handig, ja. We hebben genoeg spul om een eilenkolenfarm te maken. Dus wat we ook kunnen doen, Mike, is op deze eiland onze eilenkolenfarm maken. Die toen niet werkte. Ja, dat zou kunnen doen. Want je ijzer hebben we wel nodig. Ja jongens, we hadden een eilenkolen die werkte, maar die is later toen natuurlijk niet gaan werken. En het is een klein stukje van ons huis vandaan, maar ja, dat maakt niks uit. Wat we gewoon doen, we gaan gewoon hier staan.
En wat we doen is, oh, verkeerde knop. We doen gewoon dit, we maken even een screenshot van, jongens. En we schrijven zeg maar de coördinaten op. We hebben geen schep, zeker bij ons. Nee, ik heb geen schep bij, We kunnen even terug. Naar de overkant varen, schepje maken. We hebben nog wel wat ijzer leggen, volgens mij. Een klein laagje. Zal nemen van mij. Maar ik zit volgens mij vol met spullen. Klopt. Ik heb alles bij me, behalve een schep. Maar wat, is dit een mooi plekje om een eigenlijk om een farm te maken? Ik denk het wel toch? Ik bedoel, het is een paar honderd meter verder van ons huis af. En ja, als ik hier helemaal echt heen loop, zeg maar, daar zit pas de village. Maar, oh. Ja, mij vraagt ook niet om me te loaden, hè. dat is het weer. Ja, je moet eerst de kisten neerzetten, toch? Of wil je je eigen gemaakte? Ja, maak een beetje zelf. Hoor je van YouTube staat? Van onze collega's. Nou ja, ik hoor het wel. Dan ga ik hier misschien een farmpje maken. Ik denk dat het dat wel leuk is. Dat we gewoon een klein farmpje hier maken. Heb je nog wat spullen nodig? Genoeg. Ga je mee of blijf je hier? Ik ga wel mee. We kunnen, want ik heb natuurlijk drie shulkerboxen thuis staan. Maar ik ga nog even zwemmen. Want ik heb drie dinges natuurlijk, drie shulkerboxen thuis nog leggen in het huis. Dus misschien kunnen we daar de spullen in duwen voor wat we willen gaan maken. Ja, precies. Dan hebben we even ons rugzakje. Ja, zo doe ik het altijd, jongens. Gewoon altijd, ja. Het is soms wel een beetje gecheat natuurlijk wel. Maar net zoals op Natte Poes natuurlijk, ja. We hebben gewoon silkeboxen nodig om spullen mee te nemen. Als je iets wil bouwen, het is leuk. Alleen, ja, weet je, je blijft gewoon elke keer natuurlijk bezig. En dat is het meer. Je blijft constant bezig met dingen bouwen. En dan ja, heb je net drie of vier tekort. Ja, en dan zit je natuurlijk weer van, oh shit, ik heb dit nodig of ik heb dat nodig. Volgens mij vaar ik de verkeerde kant op. Of niet? Voor mij? Voor mijn konkie. We komen niet van deze kant vandaan. Ik ga even kijken op mijn telefoon hoor, jongens. Niet, ja, soms hoor je mijn telefoon afgaan, maar dat komt omdat. Even kijken, niet die. Die. We moeten naar 43. Dus dat is die kant op. Volgens mij. Ga naar omhoog. Die kant op. Huh?
Kijk, 43, 56. Dat is. Daar is de zon. Dus we komen van die kant af, volgens mij. Nee, we gaan nu omhoog. Dat moet niet. We moeten eraf. Dus dan is het die kant op. Hé? Ik snap. Ik krijg het even niet meer. Hoor. Kompas kapot. Ja, mijn kompas is zeker kapot. Ik heb meestal altijd richting gevoel, maar. De laatste tijd is dat wel een beetje kwijt. Maar ja, we hebben ook de laatste tijd niet echt heel veel Minecraft gedaan, maar we hebben het weer gevonden. Ik zag hier heb je vuurwerkshow. Ja. Maar ja, dat komt natuurlijk, ja jongens, hoe het ook natuurlijk komt, jongens, is natuurlijk ook van. Ik speel natuurlijk ook Java qua Minecraft natuurlijk. En dan heb ik altijd een mapje, zeg maar, links bovenin zitten. En dat is natuurlijk meer van. Ja, die gebruik ik altijd. We zetten altijd overal waveponts neer op Java. Van oké, dit is dit, dit is dat. En ja, zodoende jongens natuurlijk, ja, omdat ik nu nog niet echt mijn andere PC heb. Wordt het natuurlijk een beetje natuurlijk moeilijk qua de dingen natuurlijk om zeg maar Java op te nemen. Maar als ik mijn nieuwe PC heb, wil ik wel weer gaan proberen om zeg maar Java natuurlijk op te nemen en dat soort dingen natuurlijk. Dus ja, dan is het ook voor mij en Mike natuurlijk. Waarom loop ik hierin eigenlijk? Voor mij en Mike is dat natuurlijk wat makkelijker natuurlijk om zeg maar dan waypoints neer te zetten van oké, nu zijn we daarmee bezig en nu zijn we daarmee bezig. Even een chocobox halen, want ik moet even nadenken natuurlijk. Ik moet wat hout meenemen, glas. En redstone zelf, redstone dingetjes natuurlijk, want ik wil even wat gaan maken. Maar ja, weet je, het gaat even tijd kosten natuurlijk, voordat dat gemaakt is. Die is leeg. Mike is even zijn spullen aan het legen, is die ook leeg? Die neemt mij. Die zit vol. Oh. Ik had nog een zwaard hierin zitten. Iron. 19 stuks. Daarom zeg ik. Ik had nog wel wat iron. Maar. Hebben we aan twee zulke boxen genoeg? Of moeten we meer meenemen? In principe hebben we aan twee zulke boxen genoeg. Je wil genoeg steen meenemen. Ja, je kan zo meteen even. Nee, daarom zeg ik. Je kan gaan kijken in de schuur, hè. We hebben genoeg spul hier. Van alles nog goed. Ik neem dan 2 stacks glas mee. Dat is misschien wel genoeg. Kisten had je nodig, zei je? Glas zit erin. Ik heb 2 stacks erin gegooid. Trechter zit hier. Nou, daar heb ik niet zo heel veel voor nodig, maar alsnog 26 neem ik mee. Ik neem 31 fakkels mee. Niet dat ik daar allemaal gebruik natuurlijk. Maar ja, je kan een beetje kijken wat voor steen je wilt meenemen. Die staat alleen aan de andere kant. Aan deze kant hier. Want bricks hebben we ook, als je die wil gebruiken. Ja jongens, het is gewoon weer even het ouderwetse survival. Dat vind ik gewoon ook leuk. Om te doen natuurlijk. Dispenser hebben we nodig. Dispenser, even kijken. Die hebben we nodig.
Ja, even kijken. Hout. En wel even twee stacks dan. Is twee stacks genoeg gemaakt? Nee, voor de zekerheid heb ik toch drie stacks mee. Ja, ik heb afgelopen tijd wel verzameld hoor, jongens. Niet denken dat ik het allemaal ingecheat heb natuurlijk, maar. Jongens, kunnen jullie even die deur met rust laten? Godje mijn. Neem even 47 koppelstroom mee, want ik moet ook levers maken. Natuurlijk. Sticks neem ik even mee. Niet dat we heel veel sticks hebben, maar dat neem ik mee. Een of twee bamboe mee. Nou, twee bamboe mee natuurlijk. Waarom zo weinig? Ja, gewoon omdat ik kan natuurlijk. Waar ben ik? Suikerriet. Suikerriet, waar ben je? Ik weet dat ik suiker niet heb. Ergens. Of iemand dat we weer lopen jatten. Ja, hier, vijf. Vijf. Want ja, dat is het altijd wel, jongens. Dat is altijd al geweest. Als ik Minecraft speel of zo. Mensen jatten altijd spullen uit mijn schuur of uit mijn huis. Dat was ook op Natte Poes zo. Hebben wij twee stacks of drie stacks aan diamonds. De volgende dag is die drie of vijf stacks gewoon weg qua diamonds. En dat soort dingen. Had ik redstone er al in gegooid? Ja, 29, oké. Okay. Heb jij al leuke stenen, Mike? Of, Ik heb stenen. Wil je niet jouw lievelingsstenen gebruiken? Nee, gewoon meer kerkers. Ja, ik denk dat. Oh nee. We hebben nog niet genoeg. Ik moet ook even dirt meenemen. Oké, dirt. En dan moet ik even kijken waar mijn emmertje water is gebleven. Want ja, die heb ik ook even nodig, jongens. Emmertje water, alle twee. Meisjes op de klompje. Waar is mijn emmer gebleven? Ik heb een emmertje lava. Hoe dan? Oké. Zo, even daarin pompen. Wat we dan even doen is even steen pakken. Die poppen we even daar tegen. Want ik heb water nodig. Ik heb een MC water bij. Ik heb een MC water bij. Ja, ik ook. Maar, dames en heren. Ja, jij hebt natuurlijk zo meteen wat meer emmertjes. Of meer water nodig. Dus ja, als we twee emmers water meenemen, dan komt dat wel goed. Natuurlijk. Heb je alles of moet er nog wat meer dingen in? Lies hebben we nog niet, dan moet even lies snakken. Ja, maar dan moet je een schaartje maken. We gaan eerst even de dinges bouwen. Kijk, weet je, dan wordt het maar tweedelig. Aflevering, ja. Ik bedoel, blaadjes verzamelen duurt altijd weer heel lang. En om nu zeg maar alleen maar blaadjes gaan verzamelen. Ja, je moet eerst weten welke blaadjes je wilt hebben natuurlijk. Daarvan natuurlijk. Dus ja. Wat doen jullie nou weer in onze boot? Ga. Move. Hey, TLTA, wegwezen. Zo, daar gaan we weer. Nou, jij hebt een crafting table bij je. Ik heb een crafting table bij me, dus het komt helemaal goed, jongens.
Ja, het is alles maar rechtdoor daar naartoe natuurlijk. Nee, we gaan natuurlijk eerst de basis even gewoon neerleggen. En de rest natuurlijk. Het wordt weer avond. Jee, top. Hup, dag. En ja, sowieso blijf je natuurlijk lekker bezig in Minecraft. En ja, weet je, het is natuurlijk, ik doe heel veel dingen verzamelen buiten. Het opnemen en het livestreamen natuurlijk op, omdat het best wel veel tijd is natuurlijk om alle spullen te verzamelen. Net zoals die zand, ik heb natuurlijk een hele grote berg zand weggehaald natuurlijk in de, ja, het zandgebied natuurlijk. Was dat die zand? Nee, we moeten naar rechts. Nee, we moeten naar rechts. Nou, nee, die kant op zeker. Nou, een beetje noordoost. Nou, een beetje noordoost. Ja, maar dat kan ik natuurlijk nu niet echt zien, zeg maar. Ik heb natuurlijk een screenshot van gemaakt. Even kijken. 4866. Dus we moeten mee die kant op. Beetje die kant op natuurlijk. Ja jongens, sowieso kan je dingen onthouden. Coördinaten opschrijven, altijd. Dat doe ik altijd jongens. Kijk, omdat ik natuurlijk nu niet met een map speel. Maar als wij natuurlijk met map spelen. Ja, dan hebben wij dat natuurlijk niet nodig. Want dan is gewoon klik. Zet waypoint, zet er neer wat je, hè, hoe je het wil noemen natuurlijk. Maar ja, als ik natuurlijk zonder map speel, zeg maar Bedrock versie, dan is het alle coördinaten schrijf ik op. Maakt niet uit op welke server ik speel, het is altijd alle coördinaten schrijf ik altijd op. En dat is heel belangrijk, want hè, kijk, weet je, natuurlijk, we hebben hier natuurlijk, ja, wel, natuurlijk soort van cheats aanstaan qua om te vliegen en plattegrondjes neer te leggen voor jullie natuurlijk. Maar dat is ook natuurlijk de enige wat wij doen. De rest zitten we altijd in survival om dingen leuk te bouwen voor jullie. Net zoals nu, weet je, ik wil natuurlijk het Harry Potter kasteel bouwen. Maar ja, ik wil het best wel bouwen, maar het is natuurlijk dat ik het in survival ga bouwen. Dus ja, die video's gaan weer 2 keer zo lang duren. Om zeg maar die kasteel natuurlijk te maken. En natuurlijk ook de spullen te verzamelen. En ja, wat natuurlijk ook onze plan is. Stel dat ik mijn nieuwe PC heb. Dan ga ik natuurlijk eerst kijken hoe Minecraft loopt. Dan wil ik natuurlijk Java gaan doen. Want we kunnen in Java wat meer dingen doen dan in Bedrock. Weet je, ik heb natuurlijk op Java samen met Mike heb ik natuurlijk een, ja, ook een server natuurlijk. Maar daar hebben we natuurlijk zo'n cobblestone generator gemaakt. IEC-tempel. IEC-tempel. Links van je. Links van je. Ben je beter terug? Ben je beter terug? Ik kan het opzeggen. Ja. Ja. Zie je maar bezig door, bezig door. Zie je maar bezig door, bezig door. Stop. Dan ben je achteruit. Ja, die kant op. Die op een aan de rechterzijde. Ah, daar bedoel je. Hier, ja. Oké. Nou ja, ik zal zeggen, ik maak er wel weer een soort van screenshot van. Want misschien, nee jongens, dat is dan natuurlijk ook weer heel misschien natuurlijk. We kunnen er een soort van farm van maken. Als jullie dat leuk lijken natuurlijk. Maar dan moeten we wel even meer geleveld zijn natuurlijk. Qua spullen. Want daar zit ook wat, een torentje.
Ja. Maar ja, dus dan gaan wij natuurlijk ja, een soort van Java spelen natuurlijk. Dat is het eigenlijk meer. Ja, voor mij is dit ons. Nee, dit is niet ons zandberg. Nu komen we weer op een normale. Even die kant op. Zo 48, maar we gaan nou zo 48, maar we Ja, gaan nou af. daarom. Dat klopt niet. We moeten die kant op. Ergens daarheen of zo. Zoeken naar de berg, jongens. Nee, maar dan gaan we ja, proberen natuurlijk om Java te spelen natuurlijk. Leg natuurlijk ook aan hoe onze PC daarop reageert natuurlijk. Want eigenlijk wou ik vandaag eigenlijk natuurlijk MC doen op Java. Alleen ja, bij mij liep die een beetje laggy. Dus ja, we gaan daar natuurlijk een beetje kijken van hoe en wat natuurlijk. Van hoe we dat kunnen fixen natuurlijk. Ik zit nu op 50. Dat is zo. Dat gaat niet. Oké, weet je wat? We meren gewoon aan. We TP'en daar wel even naartoe. Want dit gaat niet opschieten natuurlijk. En nu zijn we weer ergens op een heel fucking nowhere. Een gebied natuurlijk. Zo, we landen hier gewoon even aan. We slaan onze. Oh, ik sla mij. Dat is ook weer niet de bedoeling. Oké, even kijken hoor. We gaan even kijken. We moeten die niet hebben. Even naar mijn galerij weer gaan. Oké, ik schrijf het eerst even op, jongens. Want, min 48, 66, 75, 2, of 2153. Weet je? Kijk, zo doen we dat natuurlijk. En dan doen we gewoon dit. Slash tp. En dan is het natuurlijk apenstaartje S. Want je moet jezelf teleporteren natuurlijk. En dan is het naar. Min. Min 48, 66, 75, 2153. En komen we daar? Ja, daar staan we. Nou, klaar. We zijn er weer, jongens. Hoppa. Handelaar, Hoe kom jij hier? Die is handelaar. Die is meegetipeet. Ja, nou, we gaan onze dingen bouwen, denk ik dan natuurlijk. Oké. Zo. Zo. Die even nodig. Die. Bamboe nog niet echt. Die en die. Oh ja. En ik geef ding table even inzetten. Wat ja, even kijken hoor. Ik moet een hendel maken. Eén hendel, ja. Oké. Even kijken, ik ging kijken. Het wordt weer gelijk avond. We zijn een dag verder. Dat is wel één ding, jongens. Om de 10 minuten, zeg maar, moet je gaan slapen. Maar dat klopt niet eens, maar oké. Oké, zo.
Ja jongens, ik laat jullie nu mijn speciale geheimen zien wat ik aan het bouwen ben. zo. Even kijken hoor. Nee, dat is die. Die heb ik nodig. En die. Nee, niet erin dat ding. Die heb ik nodig, denk ik nog. Die daar. Die daar. Die daar. Ja, goed zo. Oké, okay. Uit met dat ding. dan 1, 2. Zo. Even kijken. Doen we dat zo. Dan heb ik die dirt nodig. Dirt. Die zit ook hierin. Moet ook een keer, ooit een keer jongens, moeten we ook een keer een crafting holders maken. Maar ja, dat gaat nu nog niet even gebeuren natuurlijk. Met ja, dat is het meer. Daar hebben we nog niet echt genoeg. Ik heb hier een kist, een open natuurlijk. Zo, die halen we even weg. Zo, die halen we even weg. Dan gaan we die erop kwakken. Zo. Ja. Dan gaan we 1, 2. Zo. Dan moet ik even die niet die oppers hebben jongens. Maar ik heb die nodig en die natuurlijk. En die natuurlijk even nodig, want ja. Even kijken. Even een trappetje maken natuurlijk, want hè. Zo, even weer vullen met water, want dan kan Mike hem zo natuurlijk weer gebruiken, want ja, hij gaat natuurlijk, we gaan eerst de standaardelijke, de dingen natuurlijk maken, ja, en misschien bouwen we hem ook wel verder natuurlijk, in privé natuurlijk. Want ja, het is ook een beetje een privé survival natuurlijk. Ga eens weg, jongen. Hup. Opzouten. Je staat alleen nog in de weg, jij. Pannenkoek. Echt. Die pelletjes weten ook nooit echt van ophouden, hè, jongens. Zo. Ja. Echt, hoor. Jullie zullen wel afdenken al weten wat ik natuurlijk aan het bouwen ben. Maar of niet, dat kan ook. Dat kan ook. Maar ik maak een zulke cane farm. Zo. Ja. Moest die nou nog net even kijken hoor. Want ik weet dat die zo komt. Die daarop, die daarop. Ja, jongens, het is echt altijd heel veel denkwerk, denkwerk, denkwerk. Maar ja, dat houdt het leuk in Minecraft. Oh, 1, 2. 1, 2.
3. Even kijken. Die daarop. Nou. Even kijken hoor. Dan zal dit goed moeten zijn. Ja. Die doet het hartstikke goed. Nou ja, en wat dat eigenlijk... Oh. Even teruglopen. Is eigenlijk wat je doet. Is eigenlijk dit nu. Want als jullie vragen afvragen van... Ja, waarom ga je suckercane plaatsen? Nou, suckercane die hebben we best wel aardig wat nodig natuurlijk. Qua, gewoon qua spul natuurlijk. Dat is het meer. Je moet boeken maken, je moet papier maken. Je moet heel veel dingen gewoon blijven maken natuurlijk. Qua, ja, dat soort rotzooi natuurlijk. Ik noem het altijd even rotzooi, omdat je eigenlijk, ja... Weet je, je wilt natuurlijk gewoon heel veel gewoon lekker gaan verzamelen en dingen gaan bouwen natuurlijk. Maar ja, daar houdt het soms natuurlijk ook mee op. Je moet ook soms dingen gewoon gaan verzamelen en gaan bouwen natuurlijk. Alleen ja, net zoals dit natuurlijk. Je moet net een velletje tegenkomen dat je een breaking 3 hebt, een fortune en dat soort dingen. Ja. Oké, dat. Nou, mijn farmpje is af. Mooi. Mooi. Nou jongens, dan ga ik heel even snel naar thuis teleporteren. Want ja, ik moet nog even wat halen. Want ik weet niet of die natuurlijk gaat werken natuurlijk. Dus ik ben weer thuis, hebben wij. Mag ik hierin dan? Oh ja, nee, dat klopt. Ja, dat kwam natuurlijk uit de nidir. Heb ik het in mezelf eigenlijk eens gegooid? Nee. In de koelkast. Kan ook. Oh ja, en natuurlijk als we natuurlijk modded Minecraft gaan spelen natuurlijk, jongens. Dan, gaan we natuurlijk ook proberen om echt een koelkast te maken die op stroom loopt natuurlijk. Oké. Nee, even kijken hoor. Ik heb 2 botten. Ergens zitten. Ik heb aardig wat zaadjes. Dat kunnen we zeg maar gewoon wegtoveren. Zo, 3. Hier is het ook niet. Het wordt weer avond. We zijn net, we zijn nu wel 10 minuten verder. Of 13 minuten verder. Het is tussen de 11 of 12 minuten. Dat we echt, echt bezig zijn. Ja, dan gaan we nu weer TP'en naar, Mike. Zo, daar zijn we weer. Hartstikke ding. Dus we gaan nu ook even kijken, jongens. Ja, we gaan ook een daar natuurlijk een boommeelfabriek van maken. Ja, die doet het. En we hebben nu 19 stukken. Kijk. En ding, ik zit te denken. Misschien kunnen we zoiets ook in
in het wa voor het water maken natuurlijk. Maar dan moet ik even een keer even uitpluizen natuurlijk. Lukt dat, Mike? Heb je hulp nodig? Nou, weer even buiten kijken van hoe. Nou, weer even Even die cactus weghalen. Vier. Nee, dat klopt, jongens. Als we meestal aan het bouwen zijn, elke keer klopt het water niet echt. Nou, dan gaan we natuurlijk ook een keertje hier beneden, jongens. Ergens natuurlijk hier rondom gaan we dan een haventje bouwen waar we dan kunnen aanmeren. Maar ja, ik en Mike gaan hier natuurlijk nog even verder mee pielen. Even uitpluizen natuurlijk. Ja. Dat soort dingen eigenlijk een beetje wel. Ja, voor de rest, wat kunnen we nog even snel bouwen? Ja, ik kan natuurlijk even kijken of ik, ik heb hout natuurlijk. Dan moeten we een soort van sleppies maken. Dan kunnen we deze maken. Maar ik heb alle kisten in beslag genomen. Zo te zien. Nu komen. Nu komen. Heb je al een kist in beslag genomen? Ah, als je het weer nodig hebt. Ik heb er maar eentje nodig hoor. Heb je ook nog twee hopjes hoor? Of dat helaas weer niet. Ja. Dat heb ik ook. Thanks, dat is één. Dat heb ik ook. Nee, maar. Ik heb er twee nodig, want ik maak zo'n boommeelmachine. Het is nog niet helemaal automatisch natuurlijk, maar dan hebben we er wel vast één staan natuurlijk. Van om dat zeg maar te kunnen werken te krijgen natuurlijk. En ja, misschien ga ik het ook wel een keer automatisch maken. Zo. Nou, ik gooi alles weer terug in de kist. Dus als ik het nodig heb, kan die daar halen. Hebben wij hier kelp ergens in de buurt? In de zee, denk ik. Ja, maar daarom zeg je in de zee. In de zee, denk ik. Het is natuurlijk ook de vraag, is dat in de zee te vinden, die kelp? Want anders moet ik weer een stukje gaan varen. Want ja, ik weet wel jongens, dat we natuurlijk via kelp, weet je, net zoals nu, ik haak dit gewoon wel even weg. Die sukker denk komt hier toch niet meer te staan, omdat het eigenlijk meer is. Kan ik die... Volgens mij kan je cactus niet erin gooien, maar... Hé, hey, het is altijd proberen waard. En net waren we bij veel dingen, ja dat klopt jongens, dat klopt helemaal. Kijk, ik weet veel over Minecraft, maar ook weer niet alles, weet je. Ik heb natuurlijk ook een hele tijd eigenlijk geen Minecraft meer gedaan. Ja, krijg de corona, joh. Ik moet niet zo als ik wat over Minecraft heb. Het is natuurlijk meer van... ik ben natuurlijk een tijdje gewoon gestopt met Minecraft. De ideeën waren er gewoon even niet meer. Maar die ben ik wel weer langzaam aan het terug krijgen natuurlijk.
Oh, ik dacht gewoon, doet hij het niet. Nee, dan gaan we die cactus ook even weghakken. Anders weet ik het wel weer. Dan lopen we daar elke keer tegenaan en dan is het auw, auw. Oké, cactus dus. Oh jawel, cactus ook. Oké. Niet heel goed zien. Maar voor mij hebben we er nu 3. Nou, we hebben dus, ja, 4 nu. Oké. Maar, misschien heb ik wel een ideetje. Maar, dan moeten we even kijken of we dat kunnen. Want dat is natuurlijk dan met, wel dit, maar dan een stukje langer. Maar dan moet ik eerst zelf even uitpluizen natuurlijk. En zo kan je dan natuurlijk, dingen krijgen natuurlijk. Gewoon, boommeel. Maar ja, ik denk wel dat ik natuurlijk de video natuurlijk wel eraf ga sluiten. Want wij gaan hier nog even verder pielen natuurlijk. Met dingen even kijken of we het goed kunnen krijgen. Want ja, het water moet ook natuurlijk goed stromen. En dat soort dingen. En ik ga even de ideeën nog even bedenken natuurlijk hoe we een haventje hier omheen krijgen. Natuurlijk, want dat zal niet echt helemaal rond zijn. Maar ja, ik heb natuurlijk de dingen is natuurlijk af. Ja, er zit natuurlijk nu 19 in. Je kan natuurlijk wat je kan doen, jongens. En meisjes natuurlijk eerst nog een hoppen eronder. Maar ja, dan gebeurt er natuurlijk niet heel veel. Dus ja, wat je wel kan doen is natuurlijk hier een hoppen plaatsen en daar kist onder natuurlijk. Dan kan het wel. Maar ja. Voor nu wil ik zeggen natuurlijk bedankt voor het kijken. En natuurlijk wat je ook kan doen jongens. Oh, dat wil ik nog wel even zeggen. Is nog een kist ernaast. Dat je twee keer, gewoon twee kisten hebt. Maar voor nu wil ik gewoon zeggen natuurlijk bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk. Vergeet niet het belletje aan te zetten voor up-to-date te blijven. Voor de English cases natuurlijk, thanks for watching and swimming, don't forget to sub the blow, don't forget the notification bell. I see you the next time, zoals I say is, later later, zoals ik altijd zeg is, later later. Yo yo, yo yo.